Ik ben Saskia Stevens. Ik ben een projectleider van een groot multidisciplinair project, Constructing the Limes. Het wordt gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda. En vandaag staan we aan de Limes. We staan in Castellum Hoge Woerd, een van de Romeinse forten in de stad Utrecht. De Limes is de grens van het Romeinse Rijk. En in Nederland liep de zogeheten Neder-Germaanse Limes, ten zuiden van de rivier de Rijn. In ons onderzoek staat de Limes als grens centraal. Dus wat de invloed was van die grens in de oudheid op de beweging van mensen en van goederen. Daarnaast onderzoeken we hoe die Limes erfgoed is geworden. Het is recentelijk ingeschreven als UNESCO Werelderfgoed. En tot slot ook hoe de Limes ons denken en perceptie over grenzen vandaag de dag beïnvloedt. Om ervoor te zorgen dat we de vragen ook kunnen beantwoorden, die brede vragen die we onszelf stellen, bestaat ons team uit multidisciplinaire onderzoekers van 5 verschillende academische instellingen. Denk bijvoorbeeld aan historici, archeologen, kunsthistorici, sociaalgeografen, bioarcheologen. Een goed voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking binnen ons project is met onze partner de VU. Daar gaan bioarcheologen aan de slag met menselijk botmateriaal en kiezen. En daarmee kunnen ze aan de hand van isotopenonderzoek migratie in kaart brengen ten noorden en ten zuiden van de Limes. Toegevoegde waarde van zo'n breed multidisciplinair team is dat we de Limes ook vanuit verschillende invalshoeken kunnen bestuderen. En dus nieuwe informatie kunnen toevoegen aan onze kennis over de Limes. Naast academische partners werken we samen met meer dan 20 publieke partners. Denk daarbij aan musea, erfgoedinstellingen, de culturele sector en provinciale en lokale overheden. Het mooie van ons onderzoek is dat eigenlijk iedereen mee kan doen. Bijvoorbeeld detectorzoekers die op zoek gaan in hun vrije tijd naar vondsten uit bijvoorbeeld de Romeinse tijd. Is die goed zo? Mm-hmm. Even recht. Eens kijken wat nu eruit komt. Nou, keurig. En we vragen hen om hun objecten in te voeren in de Open Access Database, zodat wij die objecten kunnen gebruiken voor ons onderzoek naar de spreiding van goederen ten opzichte van de Limes, maar dat het ook uiteraard toegankelijk wordt voor iedereen in Nederland die erin geïnteresseerd is. De grenzen zijn ongelooflijk actueel. Denk aan Brexit, de grenzen van Europa, migratie, maar ook de 1,5 meter samenleving. Iedereen heeft elke dag met grenzen te maken. En als we beter begrijpen hoe grenzen werken en wat de impact is van grenzen op ons dagelijks leven, dan kunnen we daar beter mee omgaan. Het is interessant om te zien dat wereldleiders vandaag de dag voortdurend refereren aan de grenzen van het Romeinse Rijk en hoe deze door migratiestromen ten onder zouden zijn gegaan. Hiermee refereren ze aan breed verankerde ideeën over het Romeinse verleden die niet kloppen en aan herziening toe zijn. En ook hier willen we vanuit ons project een belangrijke bijdrage leveren.